Hallo. Hallo. Mein Name ist Bruno. Mein Name ist Karol. Und wir sind hier von Jas, was wir wollen gerade ein bisschen über das Leben von Talent zu sprechen. Ich erinnere mich nicht, wie lange geleden wir begonnen het Nederlands te spreken, Karol. Ungefähr hoeveel maanden? 4 maanden. 4 maanden, ja, ja. 4 maanden. Dieses gesprek hier, die wir vandaag zelf geven, het is een gewoon gesprek, omdat we kunnen niet zo veel woordschappen in het Nederlands, we zelf hier proberen. En ik heb hier sommige vragen naar voor Karol. En Karol, ten eerste, wat denk je het is de belangrijkste wanneer je een vreemde taal begint te leren? Ik denk dat eerst je moet vinden het taal leuk, omdat ik denk dat mensen kan niet leren iets dat ze wil niet leren. Ik denk dat het is belangrijk. Ja. En ook ik denk dat mensen zelf leren een beetje elke dag. Een beetje elke dag. Hoeveel talen spreek je dan? Oh, ik spreek drie talen. Ik probeer. Ik spreek heel goed. Oh. Hoeveel talen? Hoeveel talen spreek je? Ah, ik spreek een beetje Portugees. Ja. En Frans, Engels en nu Nederlands. 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 Ja. Nee. En ik heb hier een andere vraag. Het is een goede vraag. Waarom denk je de meeste mensen vandaag, ik ga omgezien, maar de meeste mensen vandaag, ze zijn bang om een vreemde taal te leren? Vandaag mensen vinden, ze kunnen niet een nieuw taal leren. Ja. Omdat het is misschien hard voor hen. Maar het is niet waar. Ik denk dat iedereen kan een nieuw taal leren. Het is oké voor je een nieuw taal leren. Je moet alleen voor het leuk. En een beetje elke dag om de contact te hebben met dat taal. Het is heel belangrijk. Het is een beetje een contact met de taal houden. Mm-hmm. Elke dag. De meeste mensen ze maken dat, ze doen dat niet. Ik denk dat probeer te spreken met andere mensen. Probeer te spreken met andere mensen. In dat taal. Het is heel belangrijk. Ja, zeker ook. Zeker. Dan geef ik hier. Wat geeft je motivatie om een vreemde taal te leren? Wat geeft je motivatie? Waarom ik kan doen mijn dingen. Ja, ik vind het zijn leuk, bijvoorbeeld lezen of muziek te luisteren in de taal. Ik vind het leuk. Ja. Ik denk, bijvoorbeeld, ik luister muziek, ik ben niet open op het internet. En ik vind het is leuk. En het is in Frans. Ik zou Frans leren. Ja, heel goed, heel goed. Ik ook. Hoe gaat dat? Heb je elke vraag? Ik weet het niet. Oh ja, nee. Ja. Oké. Okay. Wat maakt je willen een nieuw taal leren? Dit is een goed idee. Ik denk dat vandaag ik geef deze nieuwsgierigheid. Ik denk het is in het Nederlands nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb begonnen met in het Nederlands te leren wat mijn betrokken grootvader uit het Nederlands kan. En dan heb ik besloten dus het taal te leren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het is, vooral ik vind de taal leuk. Ik heb deze nieuwe schrikkigheid, want ik wil deze taal leren. Bijvoorbeeld Nederlands, basis op. En ook met het begaan te Duits, en nu gaan we halen. Ik weet niet, ongeveer? Ik ben niet zeker. Oh my god. 8. Geet Google Translate. Nee, het is niet waar. Het is een app, maar ik denk niet waar. Zo, Karol, denk je dat iets alles? Ja? Oh ja, ja. En dankjewel voor hier met me vandaag te zijn. Oké, dat is oké. En tot ziens. Tot ziens. Ciao.